Voor ons bij dit weekjournaal Stefan de Geiter, oud eerste elftalspeler en trainer van Jeugd onder de 15. Klopt, Stefan? Ja, zeker. Dankjewel, Piet. Okay. Ja, oud eerste elftalspeler. Dat was natuurlijk wel een, een seizoen om nooit te vergeten, Stefan. Hè? Nee, dat klopt. Terug weer bij je club en dan kampioen worden. Nou, dat is het mooiste wat er is natuurlijk. Ja, dat is geweldig. En dan ook nog bij je eigen club jeugdtrainer worden. En dan langzaam maar zeker doorstromen. Uh, ja, dat is wel uh, de intentie, inderdaad, uh, voor mij en uh, de bedoeling. Uh, ik had altijd voor mezelf een ambitie om uh, ja, wat eerder te stoppen uh, als speler. Om uh, zo snel mogelijk uh, verder te gaan in het trainingsvak. Uh, aangezien ik ook uh, mijn papieren daarvoor heb. Dus uh, ja, dat was wel altijd uh, in de planning. Ja. Allereerst natuurlijk de focus op jongens onder de 15, ofwel het oude C. Eén, hè, zoals je dat uh, noemt. En uh, die hebben zaterdag aanstaande een hele belangrijke pot ook. Hè? Uh, ja, dat klopt uh, tegen de nummer 1, uh, Epen. Uh, ja, er staan zes puntjes voor ons. En uh, ja, dat is een belangrijke pot. Uh, het is uh, of uh, aanhaken en uh, volop meedoen. Of uh, het is uh, ja, dat alles wel eigenlijk in uh, de ijskast kan, uh, zo gezegd. Eigenlijk de laatste kans om nog echt, uh, echt mee te doen in die competitie hè, voor het kampioenschap. Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, het is wel zo dat uh, iedereen wel van elkaar uh, kan winnen van de bovenste uh, van de eerste vijf. Uh, dus ja, daar liggen op zich nog wel mogelijkheden. Maar het is wel zo negen punten, dat, ze, uh, ja, dat, dat, dat zou te veel zijn. Ik moet wel zeggen, we zijn goed uit de winst opgekomen. Heel scherp. Uh, twee keer goed resultaat gehaald met uh, uh, prima voetbal. Dus uh, ik denk. Uh, ja, de jongens kunnen ook gewoon hartstikke goed voetballen. Dus ik ben er ook van overtuigd dat we dat, dat een we goed, goede zaak gaan doen zaterdag. Heel mooi. En wie weet, kom je over een jaar of twee uh, ook wel een paar van die jongens uh, tegen in dan jeugd onder de 19? Dat is een leuk bruggetje, Stefan. Hè? Uh, ja, zeker. Dat is een uh, heel leuk bruggetje. De dus, uh, jongens. Uh, nou, ik ben er wel van overtuigd dat er een paar jongens uh, dat, dat kunnen gaan halen en uh, want nu heb ik een hele goede groep een leergierige groep uh, die goed kan kunnen voetballen en uh, veel voor over hebben uh, om wat te bereiken en dat is ook wel echt hun doel. Om uh, ja, net zoals ik, wat ik uh, vroeger wou het eerste te talen. En uh, ja, dat, dat hebben de jongens ook heel erg, de, deze, deze jongens van waar ik nu mee werk. En dat is alleen maar heel mooi en fijn en uh, plezierig om mee te werken. Dus het zou ook heel mooi zijn als ik ze dan over twee jaar inderdaad uh, bij de JO191 uh, uh, kan krijgen. Ik vind het persoonlijk ook altijd heel erg leuk om te zien dat uh, verleden jaar had je Kai Velda en, en, uh, en, uh, en uh, de Ruiter zelfs uh, ook nog een keer uh, als assistenten En nu Mark Bouwman uh, zag ik uh, rondlopen. Dat, dat is toch wel een hele goede zaak, hè? Verbinding met het eerste. Ja, ja zeker. Uh, ik, zei, ik zeg ook altijd tegen de jongens van het is ook goed uh, dat jongens, uh, of, uh, de jongens... De jeugd, je ziet aan de andere kant van het sportpark, zeg ik wel eens tegen de jongens. Daar scoor je ook wel uh, punten mee. Uh, ja, zoals nu met Mark uh, is het echt uh, heel plezierig. Hele fijne jongen om uh, het samen mee te doen. Uh, is er altijd. Uh, de jongens luisteren goed naar, want hij heeft natuurlijk de nodige ervaring ook bij een BVO, bij Vitesse, meegemaakt. Um, en ja, het is gewoon uh, ja, een leuk, leuk gozer daar om uh, mee, mee te werken. In de, in hetzelfde als met Kai en Maus. Uh, ja, die jongens pikken toch uh, veel van hun op uh, met hun uh, ervaring die ze hebben als uh, speler. En uh, ja, dat is leuk. En die jongens kijken enorm, uh, ja, die vinden het mooi dat die jongens er zijn. Kortom, de DVS Jeugd en uh, samen met de coördinator proberen nog steeds de Rinus michels award uh, heel duidelijk te laten blijken. Ja, zeker weten. Uh, ze stoppen er veel tijd in en energie. En dat uh, zie je ook terug uh, uh, bij de faciliteit natuurlijk bij DVS, maar ook uh, bij de trainers. Uh, het eerste wat dan uh, de jongens die dan bij de jeugd uh, bezig zijn, nou, dat is uh, alleen maar heel mooi. Ik je nu even feliciteren met uh, het contract wat je hebt getekend uh, als trainer van uh, Jeugd onder de 19. Want dat betekent wel wat uh, bij DVS Jeugd onder de 19. Uh, ja, uh, gelijk voor twee seizoenen ook. Dus het uh, uh, spreekt veel vertrouwen uit. En uh, ook fijn voor mezelf dat ik uh, de, de tijd er ook voor krijg, als het waren. Uh, ja, en. Dat ja, betekent zeker wel natuurlijk. Is het is de laatste stap richting het seniorenvoetbal. Uh, ja, ik denk ook wel dat ik met mijn ervaring als speler bij, uh, op het niveau. dat ik uh, ja, ook, ook wel een steentje kan bijdragen in de ontwikkeling bij de jongens. om uh, dat laatste stapje te zetten en wat het inhoudt. en wat je er allemaal voor over moet hebben. om het te kunnen en moeten halen daarin. De eerste twee seizoenen bij, uh, bij jeugd onder de 19. en misschien nog wel wat langer. Maar daarna, je hebt eventueel natuurlijk denk ik ook wel een, een soort carrièreplanning, of niet? Uh, ja, ik heb wel voor mezelf van ik ben natuurlijk nog heel jong. Ik uh, uh, leer nog overal uh, veel van. Het is wel zo dat ik nu eerst denk van nou in de jeugd uh, moet ik me eerst uh, eenmaal gaan ontwikkelen. Ik heb wel voor mezelf dat ik na een uh, tijdje, uh, twee, drie jaar, dat ik voor mijn TC1 wil gaan. En uh, ja, ooit seniorenstap wil maken, maar ik denk dat ik me eerst nog verder uh, goed moet ontwikkelen richting de A1 um, in de jeugd. En ik denk dat daar nog uh, genoeg uh, stappen in te balen zijn. Hartstikke mooi, we gaan je volgen, Stefan. Ja. Oké, okay, bedankt voor dit uh, interview. Ja, jij ook bedankt en uh, tot ziens. Top. En ook uh, een van de jeugdleden van uh, DVS 33 uh, heeft zijn uh, contract uh, binnen. Van harte gefeliciteerd, Jannik. Dank je, dank je wel. En, uh, Ben je er blij mee? Uh, ja, ik ben daar uh, zeker blij mee. Ik uh, heb uh, besprekingen gehad met uh, de TC. En uh, uiteindelijk ben ik er uh, overeengekomen dat ik uh, voor één jaar hier teken uh, bij uh, DVS. En dat is je alleszins meegevallen? Uh, ja, ik, uh, ik had misschien wel voor meer jaar willen tekenen. Maar uh, ik uh, heb uiteindelijk gekozen om uh, één jaar te doen met in overleg met mijn ouders. En uh, na uiteindelijk zelf goed na te denken, heb ik dat uh, toch uh, besloten. In principe heb je het verdiend, en daar wil ik je hartstikke mee feliciteren, mede namens alle DVS-supporters. Oh, super, bedankt.